De actie van werknemers van Newmont Suriname is opgeheven. De werknemers gingen gisteren in actie uit ontevredenheid over een salarisaanpassing die door het bedrijf was aangekondigd. Volgens Merwin Leeflang, voorzitter van de Newmont werknemersorganisatie, zijn de onderhandelingen binnen 24 uur hervat. Hij gaf verder aan dat de werknemers de loonsverhoging van 25% hebben afgewezen. En dat heeft geresulteerd in nog geen 24 uur werkneerlegging. Maar intussen hebben wij de mensen toegesproken. We zijn op Mirjam. We hebben de mensen toegesproken. We hebben ook met de directie van het bedrijf heel lange gesprekken gehad. Tot vanochtend ongeveer 3 uur, 4 uur in de ochtend. En we zijn eruit gekomen. Waardoor we om 6 uur in de morgen de werkzaamheden normaal konden hervatten. Leeflang geeft aan dat buiten de bond om het bedrijf een voorstel heeft gedaan voor loonaanpassing na de unificatie van de wisselkoers. Er was nog geen overeenstemming tussen de bond en de directie, benadrukt de bondsvoorzitter. Dus het is een kwestie geweest van dat terwijl de bond bezig is met gesprekken met de directie, dat vanuit de kant van het bedrijf hearings of sessies gehouden zijn geworden om de mensen te informeren, waarmee of met wat Newmont de werkers tegemoet zou komen. En in ieder geval, de mensen waren daarmee niet tevreden en hebben dus aangegeven van Newmont, we hebben een bond, gaat u praten met onze bond, want wij zijn niet tevreden. En zo is het gegaan. En de mensen hebben het gevoel gekregen van dat ze niet de aandacht kregen die ze nodig hadden. Omdat men vond van, men bang is dat het toch doorgedrukt werd. En op die manier heeft men dan dus die roep gedaan voor niet doen. En dat heeft geleid tot werkneerlegging. Merwin Leeflang, voorzitter van de Newmont Werknemersbond. We spraken hem naar aanleiding van de actie van de werknemers op de plant te Merian. Leeflang zegt dat de actie binnen 24 uur is opgeschort na bemiddeling van de bond.